Goedemorgen en van harte welkom bij weer een nieuwe Morning Setup. En vanmorgen was ik al heel vroeg wakker omdat vandaag de trap geplaatst wordt in onze nieuwe blokhut. En ja, er hangt daarboven, en dat is echt op 3,5 meter hoogte, een Velux dakraam. En daar moest nog een gordijntje op. Dus om 7 uur stonden wij al op een ladder. En je raadt het al. Net voordat het laatste schroefje erin gedraaid werd, werd Fabrice opgepiept door de brandweer. Dus. En nu is de kans dat we er nooit meer bij kunnen. Maar dat heeft mij geïnspireerd om vandaag in te tappen op de energie van dankbaarheid. Want mijn eerste reactie toen die pieper afging was nee! Maar... nee is een frequentie die af en toe heel nodig is, maar ik ben daarna even in de tuin gaan lopen. En toen zag ik de prachtige bloei van de aster en we kregen nog zo'n courgette. En toen dacht ik, oké, laten we vandaag eens even met elkaar intappen op de energie van dankbaarheid. En dat gaan we op een zachte manier doen. Je ziet me al staan met mijn voeten op heupbreedte. En het eerste wat we gaan doen is de beweging van het zwaaien, die we wel vaker maken, maar dan alsof je handen door water gaan. Dus normaal gesproken doen we gewoon zo de zwaai. Is ook lekker. Maar vandaag doen we die beweging alsof we zachtjes door water gaan. En je kunt als het ware je handen elke keer bijdraaien, zodat je je voorstelt dat je handen zo het water wegduwen. En doe dat helemaal om je heen. En waarom doen we dit? Dit is om eigenlijk ons lichaam en onze geest tot rust te brengen, tot kalmte. Dankbaarheid, ja, soms kan je het misschien meteen voelen, maar vaak is het nodig om even te kalmeren. En als je de beweging hebt, dan kun je je focussen op je ademhaling. Bijvoorbeeld een inademing aan de ene kant en een uitademing aan de andere kant. Ontspan lichtjes je knieën, zodat je jezelf niet blesseert. En zwaai een klein beetje mee. Van de ene voet naar de andere voet. Misschien voel je, ik voel het wel tenminste, dat er dan een klein beetje een zucht wil ontsnappen. Een zucht van verlichting, letterlijk. Misschien ook een zucht van ontspanning. En als het voor jou goed voelt om bijvoorbeeld ietsje wijder te staan met je benen, dan doe dat vooral. En dan kijk je of je ook iets verder naar achter kunt. Dan vangen we meerdere vliegen in één klap. Dan activeer je ook je ruggengraat. Kijk helemaal mee naar achteren. Als je kunt, laat je je voeten gewoon recht naar voren staan. Dus doe het binnen de grenzen van jouw lichaam. En dan maak je de beweging weer ietsje kleiner, iets ontspannender. Komt misschien wat meer spanning op als je je rug zo twist. En laat het dan in kleine cirkeltjes voor je langzaam tot stilstand komen. En deze cirkels, die zijn er ook niet voor niks. Ik maak nu een lemniscaat. Dus dat is een liggend achtje. En dat is heel goed voor de energie buiten je lichaam. Voor de energie in je aura. Om te zorgen dat die energie niet recht naar beneden loopt, maar in cirkels. In spiralen.
En dan maak je het kleiner en kleiner en kleiner totdat je helemaal tot rust komt en even navoelt wat de effecten zijn van alleen maar zo'n simpele zwaaibeweging. Misschien voel je dat je ademhaling iets gezakt is, dat je steviger staat. Nou, misschien beginnen je ingewanden te rommelen, dat is bij mij het geval. En verbind je dan met de energie van dankbaarheid. En dankbaarheid is een practice. Dat wil zeggen, het is een beoefening. Het is niet altijd even makkelijk. Sommige dingen, soms als iets goed gaat, kan je daar heel dankbaar voor zijn. Maar het is juist de uitdaging om dankbaar te zijn als de dingen net anders lopen dan dat je hoofd het gedacht had. Dus breng maar je handen naar de onderkant van je buik en maak een kleine cirkel. Ik doe het aan de rechterkant van mijn navel omhoog en aan de linkerkant naar beneden. Om alle energie in beweging te brengen hier. En als je dat gedaan hebt, dan gaan we een plekje hoger, eigenlijk hetzelfde als wat we woensdag deden. Je mag kiezen of wrijf even zachtjes over je hartcentrum, energie van je hart. Of als je dat fijner vindt, kun je ook hier kloppen om de energie wakker te maken. Terwijl je nog steeds iets verzint waar je dankbaar voor bent. Misschien dankbaar voor een nieuwe dag. Dankbaar voor de volgende ademhaling. Dankbaar voor het feit dat je een lichaam hebt wat jou hier in dit leven draagt. Dankbaar voor alle overvloed die er in de natuur is, de oogsttijd, de bloemen die nog net gebruik maken van de laatste zonnestralen. En nadat je ook je hart geactiveerd hebt, laat je dit allemaal gaan. En dan maken we wat meer ruimte voor die dankbaarheid. En dat doen we door het stretchen van onze zijkant. En dankjewel Ineke voor het sturen van een fantastische foto. En speciaal ter ere daarvan laten we vandaag Connecting Heaven and Earth doen met onze vingers recht. Meestal doen we het met onze handen geflext, maar vandaag doen we het recht. En wat je mag doen, ik zal het in spiegelbeeld doen, is je rechterarm omhoog. Maak jezelf helemaal lang. En dan stretch je iets je rechterzijkant. En daar zit de lever, de galblaas. Geef wat ruimte aan dat gebied. En dan kom je via je hart naar de andere kant. Dus dan breng je nu je linkerhand omhoog. Helemaal gestrekt. Maak jezelf lang. En stretch je linkerkant. En ik doe het in spiegelbeeld voor jullie mee. En hier aan de linkerkant activeren we de mild en de maag. Gebied waar vaak de zorgen vastzitten. En breng via je hart dit weer naar beneden. En als we nu toch zo lekker bezig zijn met de organen, dan heb ik er nog wel eentje voor jullie. Dat is de Spreading the Feathers. En die gaat als volgt. Je brengt je handen naar je buik, alsof je wat energie naar binnen brengt. En dan gaat het langs je lichaam, terwijl je jezelf als een trotse haan even uitstrekt. Dus de beweging gaat als volgt. Je maakt een rondje, daarbij bol je je rug en dan kom je naar achter, stretch je handen en open je hart. En hier op het gebied van
De rug krommen, als je dat van de zijkant ziet, doe ik het echt zo. Daar zitten je nieren. En je nieren, daar zit alle angst vast. En stretch dat uit. In een paar keer deze beweging. Spreading the feathers. En misschien voel je al bij je armen dat er wat spanning op zit. Dat er wat stretch is, dat het best wel lekker is. Misschien is het wel zelfs pijnlijk. En als dat zo is, omarm het. Wees dankbaar voordat je dat allemaal kunt voelen. Ja, en met name dankbaar dat je hier live bij bent. Of dat je het terugkijkt. En dat je nu al deze spanning afvloeit. Dus na een paar van deze bewegingen hebben we de meeste organen wel gehad. Eén hele grote nog niet, dat zijn de longen. En de longen, die zullen we stimuleren door hier. Als je je schouders hebt, ga je net iets naar binnen en dan zitten hier een soort kuiltje. En voel eens even hoe het daar voelt. Misschien voelt er een pijnlijk plekje. Misschien voelt het eigenlijk heel ontspannen. Je kunt je vingers gebruiken om hier contact te maken. Bij mij begint het meteen op mijn keel te werken. En dan maken we de volgende beweging. Dan hou je je vingers allemaal op deze plek. Breng je ellebogen naar elkaar toe en maak een rondje. Terwijl je je vingers daar laat staan. En dit is ook nog steeds heel goed voor je rug, maar ook voor het loslaten van allerlei oud verdriet wat er zit. Zodat je meer ruimte maakt voor dankbaarheid. Dat er meer ruimte ontstaat. En dit is natuurlijk ook gewoon heel erg goed voor je rug, voor je schouders, voor alle spanning die we allemaal vasthouden hier op deze plekken. Bovenrug. Nek en schouders. Dus dit is een hele goede oefening. Ook weer meerdere levels tegelijk. Emotioneel, fysiek. En goed voor vitaliteit. En dan laat je dit ook allemaal gaan. En voel maar eens even na hoe dit voelt. Misschien voel je heel veel warmte, dat is wat ik voel. Warmtestroming. Misschien zijn er nog plekken waar je denkt, oh, daar voelt het nog wat stijf. Bijvoorbeeld in de nek en schouders, dat is wat ik heb. Zoals je dat ook hebt. Beweeg rustig je nek wat heen en weer. Zachtjes. En dan tot besluit. Laten we de energie van dankbaarheid activeren met de 9 harten. En de 9 harten, die beginnen we bij ons gezicht vandaag. Dus wat je kan doen, wrijf maar heel even in je handen, is een hartje tekenen. Vanaf je kin, kuiltje bij je kin, over je gezicht, langs de haargrens. Tot weer bij je kin. En terwijl je dit doet, voel je de aanraking van je vingers. Liefdevolle, zachte aanraking. Het is misschien meer een ovaaltje, maar stel je maar voor dat dit een hartje is. Omhoog, bij je haargrens. En dan in een punt naar beneden bij je kin. En dan doen we hetzelfde vanaf het schaambeen omhoog. Over de middenlijn, je ruggen van je handen zijn naar elkaar toe. En over je schouders laat je dit naar beneden gaan, langs de zijkant. Tot weer bij je schaambeen. Voel de aanraking van je handen, van je vingers op je lichaam terwijl je dit doet. Track als het ware de baan van dit hartje. En neem het in jezelf op, de energie van liefde. En het laatste hart wat we maken is in ons energieveld. Dus voor je lichaam breng je dit omhoog. Tot bij de hemel en naar beneden.
En voel maar hoe de energie in jouw veld als het ware liefdevoller wordt. Ook al voel je er misschien niks van, zet jouw intentie om liefde vandaag voor jezelf te voelen en de wereld in te brengen. En dan zetten we 2 vingers in je navel en 2 vingers bij je derde oog, bij je 6e chakra. Duw iets naar binnen en alsof je jezelf omhoog haalt aan een haakje. In het Engels heet deze oefening de hook-up. En geef jezelf een innerlijke glimlach met het puntje van je tong achter je voortanden. En met deze hook-up verbinden we de voorste meridiaan, de centrale meridiaan, met de achterste meridiaan via de ruggengraat. En als je je een beetje down voelt of weinig energie hebt, dan is deze oefening fantastisch om dat snel weer met elkaar te verbinden. En na een paar tellen laat je dit allemaal gaan als je voelt dat je wilt schudden, net zoals ik. Voor alle restjes van overschot aan spanning. Dan doe dat rustig met me mee en voel na in je lichaam hoe het nu voelt. En met deze laatste oefening zijn we alweer aan het einde gekomen van de morning setup. Dus ik kom weer ietsje dichterbij. Ik zie ook al dat het over 9 is. Maar ik hoop dat je hier heel veel van genoten hebt, dat je meer ruimte hebt, meer ruimte voelt voor dankbaarheid. Ook al is het niet altijd makkelijk of gaat het soms anders dan je had gewild. Maar rust en warmte, een heerlijke les. Ja, dankjewel Marga en Ineke. Wat leuk om jullie in de chat even te horen. Mocht je dit nou later terugkijken in de replay of op YouTube. En op YouTube ben je nog niet geabonneerd. Abonneer je dan nog en geef de video een like. En dankbaarheid. Ja, Ton, dat zo is het. Dankbaar kunnen zijn is hetgeen is eigenlijk de pil, de magic pill voor alles. Alleen, ja, het lukt niet altijd. Het is een practice. Dus wees nu dankbaar voor jezelf dat je erbij was, dat je het gekeken hebt. En dan zie ik je heel graag na het weekend weer op maandag. Namaste.